Nou, daar zijn we weer. Ja, wederom is aangeschoven hier Beth Holloway, dames en heren. Beth Holloway is hier. Beth, well, once again, welcome. Because on yesterday's show, we talked elaborately about everything that happened to you, and today I think we have a very special show, and it's great that you're still here, because Patrick van der Eem will be on the show, and we can also Pieter R. de Vries is also here, so we'll get the three of you together, and we'll talk about everything. I think it'll be fascinating today. So shall we get Patrick out? Yes, absolutely. It's almost like you're my sidekick now, isn't it? Okay, so here we go, dames en heren. Mijn volgende gast werd geweigerd in Amerika, maar zeker niet bij mij. Ik ben blij dat hij er is. Hier is Patrick van der Eem. Welcome in the show. Welcome in the show. Beth, let me give you the first word here. I think you'll probably you're probably very grateful to Patrick. Oh yes, absolutely. And what a great man. What a great father. So yeah, Patrick, he's my hero. Yes, absolutely. Oh, that's very good. That's excellent. Dat moet fijn zijn om te horen, Patrick, of niet? Ja, absoluut wel. Oh, je twijfelt nog een beetje? Nee. Ik vind het heel moeilijk, weet je, om in dit verhaal een held te zijn, snap je? Ja. Ik had liever gewoon dat het nooit zo gebeurd was, maar... Ja, dat begrijp ik ook wel, want het is... Dus een held zijn vind ik best moeilijk hierin. Omdat het ook zo'n... Het is zo'n zwaar verhaal, het is zo'n moeilijk verhaal. Het gaat om een vermiste dochter. Ja, absoluut. Die overleden is. Patrick, ik ben erg benieuwd naar jouw verhaal. Want het is ook zo... Het moet voor jou ook raar zijn, dat opeens, zeg maar, sinds een paar maanden dat iedereen je kent, dat je overal staat. Er zit natuurlijk ook een hele hoop nare dingen aan, want er zijn natuurlijk heel veel publicaties, de roddelbladen gaan opeens over jouw cijfer. Ja, klopt, maar het is niet een paar maanden, het is één maand en één dag. Dat is het. Ongeveer één maand en twee dagen. Eén maand en twee dagen? Ja. Je houdt het echt bij, ja? Dat is niet echt bij, al. Kijk, 3 februari was die uitzending en de dag daarvoor stond er pas in de Telegraaf mijn naam. Ja. Ja, toen had heel veel mensen hadden mij nog niet gezien. Maar ik denk dat je ook toen je eraan begon, had je ook natuurlijk helemaal niet door dat het zo groot ging worden. Plus dat jouw rol daarin zo belangrijk was. Want je motief was anders, toch? Mijn motief was gewoon om te zorgen dat Joran ging praten. Daarom heb ik contact met hem gezocht of kwam ik hem tegen. Ja. Dus ik kom uit Arnhem en ik ken veel mensen in Arnhem. En ik hoorde op een gegeven moment dat Joran in Arnhem woonde. En voor mij was het gewoon een kwestie van tijd dat ik hem tegen ging komen. Heb jij hem ook een beetje zo opgezocht dus? Dat heb ik niet gedaan. Maar je wist wel dat hij in Arnhem was voordat je... Correct. Ik heb hem voordat je hem ooit ontmoet hebt? Ja, ik heb hem nooit... Het stond allemaal in de kranten. Overal stond dat hij in Arnhem woonde, dat hij naar school ging. En opzoeken heb ik hem nooit gedaan. Ik kwam in het casino, wat ik wel vaker doe, om te pokeren. En, Daar zat hij. Wist jij veel van de zaak af? Of een beetje, wist ik veel van de zaak af. Geen inhoudelijke dingen, niet. Maar wat we allemaal hebben kunnen volgen op het nieuws en met de serie van Pieter R. de Vries. Absoluut wel. Ik kom uit Antillen, dus ook van die kant heb ik wel dingen gehoord. Ja. Fascinerend. Maar dan kom jij dan ook opeens in de spotlight. En dan gaan mensen allemaal ook dingen over jou schrijven. Nee. Maar ik wil wel een beetje van jou weten. Dat ze die dingen gingen schrijven, daar heb ik ook wel rekening mee gehouden, maar dat heeft me nooit tegengehouden om het te doen. Nee. Ik vond het belangrijker dat Beth wist wat er met haar dochter gebeurd was, dan de iets beschermen van mezelf wat 14 jaar geleden gebeurd is. Want als ik het eigenlijk ook een beetje zo mag omschrijven, het is ook van jou een manier om... Je hebt je leven ook gebeterd eigenlijk, hè? Je hebt je leven heel erg veranderd. Want het was eerst, je hebt wel een beetje een crimineel verleden. Dat heb ik zeker wel, absoluut. Tot een jaar of 2021 is dat doorgegaan en toen op een gegeven moment ben ik weer absoluut beginnen te veranderen. Waar is het begonnen ooit voor jou? Toen ik 15 was. Ja? Kan je aantonen waarom dat was? Of heb je een idee net als Joran, ik dacht dat het leven bestond uit een deur openmaken en heel veel geld vinden. Maar zo werkt dat echt niet. Wat grappig. Dat was echt, jij denkt, dat is een manier om snel gehad. Wat heb je op je 15e? Ik kom uit Arnhem en Arnhem had heel veel Duitse klanten. En ik deed voornamelijk heroïne verkopen aan die Duitse klanten. Op je 15e al? Ja. Oh.
Jeetje, hoe kom je daarmee op je vijftiende? Ja. Op je vijftiende zat ik thuis, zeg maar, voor de spiegel mijn puisten uit te knijpen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ik weet niet, ik was al zo ingerold en ik vond het was heel erg lucratief en het geld speelde natuurlijk een grote rol, hè, op die leeftijd. Het was ook een spannende wereld, zeg maar, de wereld van... Oh, ja, absoluut. Ik wilde bijna zeggen de wereld van Scarface, maar... Ja. Maar een beetje de Godfather-achtige, een beetje echt, dat trok je ook enorm aan. Ja, dat vond ik wel, maar ja, dit is een illusie waar je in leeft, hè. Ja. Het lijkt allemaal heel mooi, maar het gaat niet lang mee. Ja. Het was voornamelijk drugs waar je in... Of is het ook een beetje uitgespreid naar andere dingen? Nee. Drugs, dat was wat ik deed. Heb je er veel geld mee verdiend, een tijdje, of niet? Een tijdje wel. Ja. Was je ook zelf, zeg maar, afnemer van jezelf? Of, Ik heb wel eens... Kijk, heroïne is iets wat ik nooit gebruikt heb, maar voor de rest wiet, hash en coke heb ik echt wel eens gebruikt. Ja. Allemaal gebruikt. En dat is echt de periode tussen je 15 en je 21ste geweest? Ja, klopt. En echt met de droom, wat je dus nu eigenlijk zegt dat Joran ook eigenlijk heeft. Ja, kijk, en daarom wist ik dat hij het mij ging vertellen, snap je? Ja, Ik heb in diezelfde periode als hem gezeten in het leven. En ik had toen ook, toen ik 15 jaar was vastgezeten. En toen 20 jaar ook weer. Dus hij heeft dat ook wel meegemaakt. Heb jij 2 keer in de gevangenis gezeten? Ja, klopt. 2 keer in de gevangenis. En wat voor dealen? Ja, voor opiumbed. Voor opium. En hoe lang heb je gezeten? Iets minder dan 1 jaar bij elkaar. Oké. En dat was, zelfs op je 15e was dat al gebeurd, maar dat was toen daarna niet zoiets van dat je denkt van ik ga mijn leven veranderen. Je bent toen echt wel doorgegaan. Ja, klopt. Ja. Moet ik ook even vragen, want volgens mij, daar gaan ook hele wilde verhalen over, over je litteken. Klopt. Je litteken. De laatste tijd schrijven ze heel veel over mij. En, ik heb alles gelezen, in het Boca Grande, ja, weet je, een soort van mafketting, tot aan dat je je open hebt gehaald aan een van die geheime cameraatjes van Peter in de auto. Kan allemaal. Kijk, voor mij, ik zou je heel duidelijk vertellen, en dat lost ook een heleboel op voor mezelf. Ja, ja. Het is niks in het criminele milieu afgespeeld of afrekening. Dat is het niet geweest. Het is gewoon iemand die ik kende. Ik kreeg er nog geld van. En dat heb ik op een of andere manier van hem afgepakt. En hij wou terug hebben, maar ja, het was van mij. En hij kwam bij mij en ik had een honkbalknuppel naast me staan. En het was in Spijkerlaan in Arnhem gebeurd, in Spijkerkwartier, met nummer 301. Even de postcode nog? Die weet ik helaas niet. Hij stond in een halletje in ieder geval met de trap omhoog. En ik maakte de deur open en daar stond hij. En ik heb die jongen gezegd, je kan gewoon beter gaan, snap je? En hij zegt, ja, maar Patrick, als ik nou wegloop, dan sla je me met die knuppel. Ja, mijn fout was dat ik die knuppel toen neerlegde en hij haalde een mes achteruit. En hij sneed me hier, mijn neus, hieronder. En toen pakte ik hem met mijn vingers. En toen was het in principe klaar. Toen pakte je met je vingers? Het mes met mijn vingers. Het mes? Ja. Wauw. Absoluut, dus ze hebben mij nooit vastgehouden wat ze zeggen en dan gesneden of zo. Nee, het ziet er inderdaad uit wat je wel eens in film ziet, zo van je nek en dan zo. Maar helaas. Weet je wat ik altijd bij Albert Verlinde doe? Nou, hou je op, hè? Nee, maar. Dus dat is het verhaal, maar wel een heftig ding dan. Of? Ja, kijk, ik ben er niet blij mee, maar ik ken dat niet meer terugdraaien. Snap je? Dus je zou met de dingen moeten leven die er met je gebeuren en ook ik moet dat. Ja. Dus het heeft wel een beetje te maken met misschien wat in dat circuit, maar het is niet een afrekening. Het is geen enkele afrekening, nee. zo wordt het inderdaad echt. Ja, maar ze schrijven nog meer dingen. Kan je zeggen, ik heb het zelf ook gelezen. En mijn ouders hebben het gelezen en ja, ik moet er zelf een beetje om lachen, snap je? Wat is de grootste misvatting? Wat hebben ze over je geschreven? 95%. Ja? Is gewoon fout, snap je? Ze vragen aan allemaal mensen, wat Peter ook op zijn website heel mooi heeft neergezet. De buurman, de man die met de hond aan het wandelen was. Iemand die even tussen de deuropening stond en een oude buurman. En dan heeft hij eindelijk iemand die wil verklaren, maar die wil anoniem blijven. Kijk, hij is een anonieme bron inderdaad. Ja, hij is heel zwak en die man in dat stuk vraagt hij ook aan hem, 2 keer ben je jaloers. Okay? Aan die persoon die dat vertelt. Ja. Dus ja, op een of andere manier zal hij daar toch wel last van hebben. En ik kan wel zeggen, ik denk dat het litteken is. Het heeft wel die uitstraling van dat het in iets heel erg shady is, dat er iets gebeurt. Hij is hier op mijn neus ook en hieronder ook. En op mijn vingers ook. Dus het hoort er allemaal bij. Maar het geeft jou een uitstraling, snap je? Ik bedoel, en dat trekt natuurlijk ook een bepaald type aan. En dan gaan we weer naar Joran. Correct. Ook dat heeft hem naar mij toe getrokken. Het is natuurlijk, ik kan me indenken dat hij ook in zo'n sfeer zit, dat hij dat wel cool vindt en wel gaaf en spannend. En... Ja, hij vond het allemaal wel heel erg interessant, ja. Nou, we kennen het allemaal, je bent in het casino eerst tegengekomen. Ja. Een casino eerst tegengekomen, maar wat zei je, je hebt echt gewoon tegen hem gezegd? Het is een hematom.
Ja. En hematoom betekent hallo moordenaar of hey moordenaar. Dat is wat het betekent, niet meer, niet minder. Ja. Kijk, en als ik iemand... Maar hij had toen niet zoiets, van, nou wat een klote grap, ik draai me om en ik wil niet meer spreken. Kijk, dat ging eigenlijk meteen, vond hij het spel leuk meteen. Ja, kijk, hij is een poker, ben ook een pokerspeler, hij zit aan tafel en over het algemeen de mensen die daar zitten had ik echt wel naar gekeken, snap je? Het zijn gewoon allemaal Nederlandse mensen, wat heel normaal is in Nederland. Ja. Ja. En toch. Nou, nog wel, hè, nog wel. dus kijk, ik wist dat niemand aan die tafel, in ieder geval op je mensen, zou praten of Spaans, ja. Die dat zou begrijpen. Dus dat had ook niemand begrepen, dat wist hij ook wel. Ja. Maar ik kan me indenken, want als je zo iemand zo'n vraag stelt, dan ga je eigenlijk een soort van spel met iemand aan. Ik heb geen vraag gesteld. Nee, maar je hebt gezegd, als je zoiets tegen hem zegt, hoe reageert iemand erop? Dan kan dus of weglopen, of iemand vindt het wel, mooi om naar mee te gaan. Ik merkte dat hij dat heel mooi vond. Ja. Hij zat zelf stil, hij zat op zijn plek. Dus ik zei dat tegen hem en ik liep weer weg. En binnen 2 minuten stond hij naast me. Ja, zie je. Dus je hebt een lokkertje uitgegooid. Ja, correct. En toen kwam die. Ja. Was het meteen, dat ga ik dan zo zeggen, want het was wel een lokkertje. Je ging ook met die intentie erin. Was het meteen dat je denkt van, hé, ik heb beet? Ja, ik was met 2 vrienden daar. En een van die vrienden